Rodania. 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 We gaan zo meteen de renners voorbij krijgen, de grote ronde zit erop. We hebben nog 10 lokale ronden van 7 kilometer elk af te werken. Zeg maar in het tweede wedstrijdgedeelte van de 52e herdenkingsprijs Gentimonserai hier in Réthy. We hebben zo meteen een premie op het einde van de grote ronde van €50 geschonken door de familie Monserai. En we gaan kijken wie die in de wacht slijpt. We hebben de renners zo meteen bij ons. Ze zijn met 90 renners in totaal aan de wedstrijd begonnen. En dat was om 20 na 2. En we hebben zometeen dus de grote ronde van een dikke 60 kilometer afgewerkt. We beginnen nu aan de lokale ronde. We hebben er nog 10 te doen. We zijn er voor je, Etias. Doe, 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 doe. We zijn er voor je, Etias. We zijn er voor je, Etias. We hebben de wedstrijd caravaan bij ons met de pilootwagen van Rodania die de opwachting maakt in de aankomstzone en in de verte gaan we straks ook de renners te zien krijgen met de tweede pilootwagen van Trofix met Gunters op komst richting de aankomstpassage richting het voorbijtrekken hier op het einde van de grote ronde. En daar komt het ganse pak gezamenlijk de laatste rechte lijn in. Dus de mannen die eerder in de wedstrijd wat voorsprong hadden, die zijn inmiddels ingerekend. Er wordt gesprint voor de €50 premie. En we beginnen vanaf nu ook aan de 10 lokale ronden.
De 50 euro premie die wordt in de wacht gesleept door Lorenz Segers, de man uit Lille. Lorenz Segers, premiekaper van de 50 euro geschonken door de familie Morseree. We hebben nog 10 ronden vanaf nu. Tel laatste duur van now on. Nous sommes à 10 tours de la fin à partir de maintenant. 10 ronden koers nog en Lorenz Segers, de man met rug nummer 1, is de... Pilootwagen die zijn verschijning maakt bij ons aan de streep. En dan gaan we zo meteen eens kijken naar het passeren van de mannen vooraan in de wedstrijd. Verschil heel miniem. Wellicht misschien terug al een samensmelting gehad tussen die 11 en het achtervolgend peloton. We zijn op 8 ronden van het einde. Nous sommes à 8 tours de la fin. Het is enkel op het einde van de onpare rondes dat we een premie hebben. De 11 kroeg ingerekend. Dus een algemene groepering hebben we ondertussen alweer gekregen. En met een gegroepeerd peloton passeren we aan de finish. En we doen dat op 8 ronden van het einde. Dus zo mag ik... een premie te verdienen hebben. 5 ronden voor het einde. Dat is een afscheiding blijkbaar voor hem. En inderdaad, de witte premievlag wordt gehanteerd met Rutger Wouters, die de premie vergaart en het gezelschap vertoeft van Fabio Porto.
op een honderdtal meter de voorwacht van het peloton. Met daar Elias van Heel aan kop, de Maritveringen. En dan het volledige peloton passerend op 5 ronden voor het einde van de Massaille Tour de La Fin. 5 rondjes nog te doen. 2 man op kop, Fabio Porto en Rutger Waters. En het was de laatste, de voormalige Belgische kampioen, Rutger Waters, die de premie heeft veroverd. Hier passeert nog met het nummer 65, Robbe Willemsens, de man uit Malmö. Afscheiding voorin, het tweetal en enkeling en dergelijke. We gaan ze hier voorbij krijgen met de nummers 5 en 16 in de voorwacht. Brent Klee en Nathan Zekeli. En het nummer 89 stond op het punt om daar aan te sluiten. Arne Vollendorn, de Luxemburger. 4 ronden nog maar, en Polar stil te duwen. Dus zomaar kap getoerd en afijn. 4 ronden voor het einde. Voor het peloton waaruit dus terug een paar mannen proberen weg te gaan. Jammer zijn die al.
duk vrij alsjeblieft. We hebben net dus de bevestiging gekregen van de algemene herbeveling in de koers. Dan komt de mensen van Trofix in de tweede pilootwagen voor het prachtige pilotagewerk. Op... Ze zijn de laatste rechterlijn in de voorbereiding op de Masselsprint. Wie gaat hier met de overwinning aan de haal? Wie gaat hier met de snelste eindje uitpakken? Sprint volle kanten en de overwinning van Daniel Breki. En de zege in de grote van Trofix zelfs. Zonder mensen weer. Is de overwinning van Sander Hoekmans. Sprint volle padengang om de overwinning. Vandaag een rating om de zege in de grote Atlantischprijs. Jean-Pierre Loosterij. Het is de overwinning van Sander Hulsmans. Sander Hulsmans, de man uit Lombard, de Limburger. Jongtalent van het development en team van Patrick Lefebvre. Wint de... Eventjes herbekeken naar de fotofinish, maar de winnaar met nummer 96, dat is... Zometeen uitreiken hebben, we hebben ook prachtige bloemtalen, we hebben schitterende trofeeën. En we hebben bij ons de burgemeester van Reti, de heer Patrick Geuens. We hebben onze schepen van sport bij ons, Fonny Matthijs. We hebben de oud-burgemeester in onze staal, de herdenkingsreis, Jimmy Mosering. Van start kunnen gaan. We gaan beginnen met nummer 3 in de uitslag. Hij komt uit Koersel, voormalig Belgisch kampioen dit seizoen, wat op de sukkel geweest, maar helemaal back in business. Helemaal terug, zijn oude vorm. Mag ik u applaus voor de nummer 3, Rutger Wouters. Wat is het, Rutger? Jongens, ik heb een beetje op. En we hebben de kussen vanwege de familie Monsterree. We hebben een trofee voor hem, we hebben een lekker iets. Marsepein en chocolade verwerkt door de marsepeingrootmeester Anthony Lams aan Bredene. Laat het zeker niet vallen, het zou zonde zijn. Laat het wel smaken. Uw applaus voor Pieter van Laar. Proficiat Pieter. En ook voor Pieter hebben we felicitaties op komst. Hebben we een trofee, hebben we bloemen. En hebben we ook een heel lekkere cadeau. Dankzij Anthony Lams, meester in marsepein. Ook hij krijgt zometeen... Dat lekker cadeautje overhandigd. U mag ook hem nog een fantastisch applaus geven, Pieter van Laar. En dan de winnaar van de wedstrijd, de snelste in de massasprint. Hij heeft vandaag deze herdenkingsreis, Jean-Pierre Monseret, gewonnen. Hij komt uit het Limburgse Lommel. Mag ik uw applaus voor de laureaat van de dag? Uw overwinningsapplaus voor Senne Hulsmans. Proficiat, Senne. Nu krijgen we degelijk de bloemen en die worden uiteraard overhandigd door Annie, de weduwe van Jean-Pierre Monseret. We hebben de trofee op komst en we hebben dan dat marsepeinen meesterstukje vervaardigd door Anthony Lams, marsepeingrootmeester uit Bredene. Als je ooit aan de kust bent, moet je maar eens een keer in Bredene langsgaan bij Anthony Lams. De man die dat lekker cadeautje ook heeft vervaardigd, die ze alle drie hebben meegekregen. Overwinningsbloemen ook voor de winnaar, de bloemen van Hortihuis. Voor de winnaar vandaag in Reti, we mag hem nogmaals beloven met uw applaus, Senne Hulsmans. Op het podium geflankeerd door de nummers 2 en 3 door Pieter van Laar en Ruud van Wouters. Proficiat man. Prachtig podium, drie kleppers, waarvan sommigen al wat meer adelbrief al verzeld hebben in hun carrière.